Vandaag de hamburger die bij het eten al naar beneden valt, namelijk de Sloppy Joe. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Je hoort mij zeggen, hamburger. Het is geen hamburger, daarover straks meer. Hij is fantastisch. Het is de Sloppy Joe. Deze werd jaren geleden al aangevraagd op mijn kanaal. Toen ik net begonnen was zelfs. Dus nou, eindelijk mijn versie van de Sloppy Joe. Want ik heb nou zo'n mooie grillplaat, zo'n foyerplatte. En daar gaat dat juist perfect op. Dus ik ben heel blij dat ik hem nou kan doen op het apparaat waar ik hem graag op zou willen doen. De foyerplatte van Grill Roast. Deze heb ik een minuutje of 20 geleden al aangestoken. Ik gooi er af en toe een blokje hout op, maar ik heb hem aangestoken met houtskool. Je kunt ook alleen met houtskool werken, maakt niks uit. Als je maar zorgt dat hij goed warm wordt. Want zo'n apparaat, hè, zo'n foyerplaat, zo'n grillplaat, bakplaat, die gaat eigenlijk, hè, hij wordt, hoe dichter je bij de kern komt, hoe heter die wordt. Dus je hebt allemaal hittezones hier over het hele dingetje. En het is ideaal, het is echt fantastisch mooi koken. Als je wil zien hoe ik deze heb ingebrand, heb ik een videootje van gemaakt, een heel kort videootje. Ik zal hier de link neerzetten. Kun je kijken als je ook zo'n ding hebt of zo'n ding wil, hoe makkelijk dat is. En hoe je dat het beste kan doen, zodat hij niet gaat roesten. Overigens, af en toe post ik gewoon eventjes een video at random gewoon door de week. Hè. Zoals bijvoorbeeld deze inbrandvideo van toen. Als jij geabonneerd bent, dan hoef jij die video's dus niet te missen. Dan krijg je automatisch een berichtje van, hey, Ralf heeft weer een videootje geüpload. En dan blijf jij op de hoogte. Dus ik zou zeggen, mensen, like en abonneer. Ik zeg het vandaag niet weer. Nou, misschien straks nog een keer. Eerst wat snijwerk. We beginnen met het knoflookteentje, die we even klein hebben. Want knoflook maakt eigenlijk alles een klein beetje lekkerder, vind ik. Een witte ui. Kontje eraf, zo. Een witte ui in blokjes. En ik gebruik een witte ui, die zijn doorgaans wat zoeter dan de gewone Spaanse of Hollandse. Hè? Paprika, groen. Voor deze hoeveelheid, nou, bijna een hele. Blokjes ongeveer even groot dan dat je de uien hebt gesneden. Nou, hier ook zo'n driekwart rode paprika. Even kijken, ik moet er zo wel eventjes een blokje bij gooien, want zo'n ding moet je natuurlijk wel levend houden. Net als elke barbecue. Maar het is in zekere zin, het is een open grill. Dus dat betekent dat ook de houtskolen, ja, vrij snel opbranden. Dus veel minder lang meegaan dan dat je bijvoorbeeld een barbecue met een deksel zou gebruiken. Hè? Kom, piep in. Laten we beginnen. We gaan de foyerplatte eventjes mooi inolieën. Het kan trouwens geen kwaad om de rest ook eventjes te doen. Want hoe vaker je hem eigenlijk met olie bewerkt, terwijl hij heet is, hoe beter die anti-roest CQ non-stiklaag gaat worden. Hè? Mooi, dan gaan wij beginnen met de uitjes. Je ziet de uitjes dansen op de plaat. Zo heet is die daar in het midden. Nou zie je dat ze best wel snel al bruin worden. Ze liggen er nou 15 tellen op. Karamellisatie, dat is mooi. Dan worden die uien mooi zoet. Maar we willen dat het langzaam gaat. Dus ik ga ze gewoon iets uit het midden weghalen. Iets meer naar de buitenkant verplaatsen. Dat ze langzaam karamelliseren. Dan worden ze extra zacht en extra zoet. Dan de paprika's. Daarvoor geldt eigenlijk een klein beetje hetzelfde. Niet te hard. Zie je, dus ook voor die paprika zoeken we eventjes een zone op die mooi een beetje medium heet is. Als er een moment komt dat de grillplaat een klein beetje droog wordt, gewoon even wat olie bij. Op het product wat olie druppelen. Zo. Op een gegeven moment denk je van, gebeurt er wel wat? Gebeurt er wel wat? Ja, er gebeurt zeker wat. Geef dit de tijd, jongens. Let's talk meat. The meat. Brugje naar the meat lovers. Want daar haal ik mijn vlees, hè? Online slager. Premium quality. Geldt zelfs voor het gehak. Ik heb een heel mooi gehak, een Australisch Black Angus gehak. Mooi, vet dooraderd. Ik geloof iets van 120 dagen graan gevoerd, zo'n beestje. Echt helemaal kicken. Je ziet in heel veel recepten voor Sloppy Joe, daar lees je juist dat je extra mager
gehak moet gebruiken. Dat kun je doen, maar dat doen we niet. Want extra mager hak, dat smaakt. Dat smaakt nergens naar. Wij willen juist mooi. Hè, mooi. Het is een en al gehakt, dus laten we gewoon zorgen dat, dat het gehakt fantastisch is. Zo sta ik erin. Kijk, en een sloppy joe wordt heel vaak in een pan gemaakt. Gewoon in een skillet. En als je daar dus heel vet gehakt gebruikt, dan heb je zo'n dikke laag vet wat erin blijft zitten. Maar wij gebruiken een grillplatte, een foyerplatte. Dus al het vet loopt vanzelf naar binnen. Daar hebben we helemaal geen last van. Dus we willen gewoon mooi vlees hebben. Alright, nu. De paprikatjes en de uien liggen toch al zeker een minuutje of 7, 8, zeker wel. Als het al niet langer is hier zo zachtjes te pruttelen. Wat mij betreft mag alles nu mooi door elkaar. En voegen wij nu op dit moment, als alles zacht is, knoflook toe. Zo, de kans dat de knoflook nou verbrandt is heel erg klein. Smaken mengen zich mooi met die groentjes. Geweldig hè, zodra die knoflook zo'n hete plaat raakt, meteen die geurtjes in combinatie met dat roostaroma van die uien. Hè? Man, man, man. Kikken. Goed, het vlees. Daar gaat hij. Zo, een beetje uit elkaar halen. Daar gaat natuurlijk wat peper en zout overheen. Vers gemalen zwarte peper vind ik fantastisch. Zout. Ik gebruik fleur de sel. Dus dit lijkt gruwelijk veel wat er nou op gaat. Valt best mee. Kijk, en dan gaan we dit mooi zachtjes rullen. Hoe lager het vuur, hoe mooier het kruimeltje krijgt. Nou, persoonlijk vind ik dit een van de mooiste momenten. Hè? Op het moment dat je zo om zo'n vuurplaat heen staat. Van het vlammetje in het gezicht. Super gaaf. En je ziet hè, elke keer als het vet dreigt naar binnen te lopen, schep ik het gewoon om en hou ik dat gewoon mooi bij. Als je op dit moment bent aangekomen dat het vlees zo goed als bijna helemaal een beetje bruin wordt, hè, dan mengen we gewoon alles door elkaar. Dus dan mogen de groentjes door het gehak. Zo, dan zoeken we hier weer een plekje op dat niet te hard gaat. Mooi aan de buitenkant. Het duurt nog allemaal niet meer zo gek lang. Dus wat ik ga doen, ik ga alvast even mijn broodjes uitpakken. Ik heb gewoon een hamburgerbroodjes genomen. Dat is een soort van briochebrood. Hè. Daar gaat wat mooie olijfolie overheen, over de broodjes. En zoals je ziet, ik ben daar niet super zuinig mee. Hoppakee. 1, 2, 3. Het hele idee is natuurlijk dat we eventjes een mooi knapperig korstje willen krijgen. Warme broodjes. Dit is nou mooi rul gehakt met zoete paprikaatjes, zoete uien. Fantastisch. Maar nu moeten we het echt, nu moeten we het sloppy maken. Nou moet het. Hè? Dus, daar gaan we. Wat gaan we doen? We gaan beginnen met wat Worcestersaus. Dan gaat daarbij, en dit is eigenlijk het belangrijkste van de Sloppy Joe, tomatenpuree. En die tomatenpuree, die moet ook eventjes zoet worden. Dat noemen ze namelijk ontzuren. Dus als dadelijk die tomatenpuree die hete bakplaat raakt, dan wordt die extra zuur. Een beetje mosterd, niet te veel. En een beetje echte ketchup. Ook niet te veel. Zoetigheden, zoetigheden. Daar gaan we. Door elkaar met die hap. Kijk, en nu, wat er nu gebeurt. De smaken zitten er nou in. He, dus de zoetigheden, de pureetjes, de mosterd, de Worcestersaus. Dat zit er allemaal in. Maar nog steeds niet sloppy. Nou zijn de recepten, dan kun je er nou water toevoegen. Je kunt een beetje tomatensap erbij doen. Je ziet eigenlijk van alles. Appelsap kun je erbij doen. Bouillon wordt veel gedaan. Ik dacht, ik ga het nog zoeter maken. Want heel vaak komt nu een dikke schep suiker erbij. Ik denk, suiker en zuurstigkeiten. Dat zit natuurlijk ook gewoon in cola.
En cola is echt zo'n geheim ingrediënt. Dit gebruikten wij in de jaren 0 al, 2000 zut, om bijvoorbeeld vlees mee te injecteren. Het houdt het sappig, er zit veel suiker in, wat zich weer in balans brengt met alle rook. Iedereen lust cola, echt, dat was echt zo'n geheim ingrediënt. Ondertussen wordt het volgens mij gruwelijk veel gebruikt. Kijk, en nu zie je al dat dit ook alweer meteen wat slapper je wordt. Kijk nu, die cola gaat nou die tomatenpuree ook weer wat losser maken. Gaat een soort van saus creëren nu. Waar de Sloppy Joe vandaan komt die naam? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Sowieso uit Amerika en wel uit de staat Iowa. Sommige mensen denken Sioux Falls, maar dat is South Dakota. Ligt vlakbij Sioux City. Sioux City is Iowa. En daar had je vroeger een tavern. En dan praat ik echt over 1924. Daar was de gewoonte om loose meat sandwiches te serveren. Dus dat is gewoon eigenlijk rul gehakt. Dat was gewoon helemaal hip. Nou, er was er een gast, een genaamd Joe, uit die tavern. En die zei, dit kan veel lekkerder. Dus die flikkerde daar een hele hoop tomatensaus bij eigenlijk. En zo kwam een ketchup. En toen werd dat een sloppy Joe. Dus in plaats van de loose meat, werd het gewoon sloppy. Het andere verhaal is in Key West, Florida, dat het daar is ontdekt, maar ze hebben dat uitgezocht. Volgens mij is dat pas 4 jaar later of zo dat hij ook met de Sloppy Joe kwam. Want daar ben ik geweest en er staat heel groot op die tent, staat Sloppy Joe's. Staat er gewoon keigroot op dat restaurant. Maar ik ben ook in Sioux City geweest, in Iowa, en daar staat Home of the Sloppy Joe, als je daar binnen kan rijden. En Sioux City, daar schrijf je S-I-O-U-X, hè? Al die Indianennamen daar. Iowa, Missouri, Nebraska, wat ligt er allemaal in de buurt? Rare namen trouwens, hè? Terzijde. Dit moet mooi indelen. Steeds een heel klein beetje cola toevoegen. Nou, je ziet wat er gebeurt. Je krijgt een klein beetje de consistentie van een bolognese saus. Dan wil ik hem toch eventjes voorproeven, kijken of hij ook net zo lekker smaakt dan dat hij ruikt. Oh, ik zit te denken een heel klein beetje cayenne, net eventjes, een beetje interessant maken. Nog wat interessanter. En weer wat cola. Dan nog één ingrediëntje, heel belangrijk, 1 eitje. Daar bakken wij eventjes in no time een roereitje van. En ook die roeren wij mooi door ons mengsel. Nog meer smaak, nog meer slappiness. Zo, en als jij denkt, op het moment dat je denkt dat we er bijna zijn, dan heb jij het mis. Je ziet wat er gebeurt. Hamburger shapes. Ik heb hier 6 porties. En ik heb hier mozzarella. Dit is gewoon de harde mozzarella. Is gewoon volgens mij in elke supermarkt te koop. Kijk. Oehoehoe. Zo, en om die kaas nou heel mooi heel snel te laten smelten. Dat kan met een bakje, met een schaaltje, een glazen kommetje. Pas dan wel op aan de buitenkant dat je je klauw niet brandt. Maar ik heb daar een klosje voor. En dan pak ik er ondertussen alvast een bordje bij. Hoehoe. Dan pakken wij mooi een bodempje. Mooi knapperig. Voorop, de bodem. Je ziet wat er gebeurt, hè? Wat die klosje doet. Die smelt die kaas namelijk mooi van de bovenkant. En dan gaat hij. Hoppakee. Extra sloppy. Haha. Dus mocht je je afvragen waarom heet het een Sloppy Joe? Ik denk dat dit wel duidelijk is. Hè? Ik heb een heel klein beetje magic dust. Dat vind ik gewoon lekker. Finishing touch, hè? Pak gewoon jouw favoriete barbecue kruiden zou ik zeggen. Ook weer het mooie knoesperige topje erop. En dat is hem gewoon, hè. Meer zit er niet in. Geen mayo verder. Alles zit namelijk in die smeuïgkeiten van die sloppiness. Dit is waanzinnig.
echt heel erg leuk om te doen. Keilekker, je kunt ook een hele hoop mensen tegelijkertijd voeren. Ik ga er nog eventjes een paar maken. En ik zou zeggen, doen jullie hetzelfde. Maken deze. Oh, 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 oh. Oh. Joe, jongen. Beste idee ever. Heb jij nou iets leuks gezien op dit kanaal? Ga dan even naar mijn website ralsbarbecuetube.nl. Ik zet het linkje wel hier beneden. Kun er snel naartoe, net zo makkelijk. Dan lees je alle recepten terug van mijn video's. Je kunt alle video's terugkijken. Alle spullen waar ik mee werk op dit kanaal zijn daar te vinden. Dus zeker even de moeite waard. Je kunt vriend worden. Nou, en als je nou even op dit kanaal wil blijven hangen. Deze video van vorige week. Fantastisch. En deze van een heel poosje terug. Een van mijn favoriete video's. Check hem, hè. En abonneren, dat doe je hier door op die knop te drukken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien op dit kanaal. Goeie dingen!